Steef. En Steefje had een idee. Ja. Het is wel nog als ook iets gaat zeggen. Het is een beetje kansloos dit vandaag. Ja, nee. Oké, vertel. Moet je opnieuw beginnen? Of? Nee hoor, ga je maar gewoon door. Ik had het idee. Zeg ik, dit is de goede zin? Nou, mijn idee was om Tess of Boris te laten rijden. En Boris is een pony, een welspony, die wij al een tijdje hebben. Die hadden we samen met zijn broertjes van dezelfde vader. Die hebben ondertussen een ander baasje gevonden. En Boris hadden we nog hier. Die heeft een tijdje in de lease gestaan, heb ik Rebecca al verteld. Ja. Nou, dat ging met wisselend succes. Dus eigenlijk met de laatste leaser besloten van, nou ja, oké, we gaan wat anders doen. Het is een hele getalenteerde pony. Maar een getalenteerde pony met die ook gewoon graag wil werken en wat leiding nodig heeft. Dus ja, daar zoeken we eigenlijk een andere ruiter voor. Nou, heb ik het met jou overlegd of dat voor Tess iets is. En dat vonden we eigenlijk wel wat. En wat zou een reden kunnen zijn voor Tess dat het handig is als ze twee ponies gaat rijden? Nou, hoe meer uur je op het paard zit en ernaast doorbrengt, hoe meer ruitengevoel je ontwikkelt. Dus het is eigenlijk nog een slag sneller. Nou, het zal niet sneller gaan, niet per se sneller in tijd gaan. Alleen je ontwikkelt je ruitengevoel beter, je voelt meerdere paarden en ponies. Dat kan eigenlijk alleen maar voordelen opleveren. Dus het is eigenlijk tenzij het een hele slechte of een heel gevaarlijk of vreemd paard is. Oké. Weet niet, maar goed. Maar gewoon normale ponyspaarden is een goed idee. Ja, het is een heel ander soort. Ja, heel ander, maar het is wel echt een ander soort pony. Als Blondie. Boris is 6, hij heeft L2 al gelopen. Hij heeft dan nu een jaartje lease achter de rug. Daar zijn ook nog wel wat proefjes gelopen. Maar ja, het zal niet zeggen, het gaat niet slecht, maar hij heeft gewoon iets meer leiding nodig. Oké. Dat leert Tess nu wel heel goed met Blondie, dus zeker. Ik denk dat het mooi aansluit. Het is voor haar een oefening en voor Boris is het fijn om één ruiter te hebben. Ja. Oké. En dan? Nou, en dan is het, dan ligt het natuurlijk wel een beetje aan hoe het gaat. Als het natuurlijk heel goed gaat, dan houden we hem nog even aan. En het is gewoon wel de intentie dat hij verkocht moet worden. Dat is gewoon een gedeelte van wat wij doen. Paarden aanrijden en weer verkopen. En daar is deze pony ook voor. Oké. In de eerste instantie aangeschaft. Oké. En zijn drie broertjes die zijn al naar nieuwe eigenaren toe. Ja, klopt. Waarom Boris niet? Boris is nog niet verkocht omdat er eigenlijk steeds een andere bestemming voor hem was. Hè. Want er is twee keer iemand die een lease pony zocht. Of wat ervan ik dacht dat een hele goede match was. Maar daarnaast moest hij dan wel een aantal dagen in de manegeles lopen. En dat blijkt dan niet de beste keus. Oké, dus het is echt een pony voor één iemand? Ja, één of twee, maar die in ieder geval op dezelfde lijn en altijd hetzelfde. Maar nu is het dan eigenlijk zo, dan wordt hij eigenlijk één dag heel goed gereden. En dan moet ze heel hard haar best doen om te zorgen dat hij aan het einde van de les heel fijn loopt. En dan de volgende dag, dan zit er iemand op die toch denkt, die Boris, die vind ik misschien toch een beetje spannend omdat ik er nog nooit op gezeten heb. Of ik heb misschien een rotdag gehad. Of ik heb niet zo heel veel zin om heel hard mijn best te doen. Hè? Want dat mag natuurlijk ook. Ja, en dan de volgende dag denkt hij, maar ik hoefde gisteren niet. Dus waarom zou ik dan vandaag wel wat gaan doen? Dus hij heeft een wat consequentere ruiter ook nodig. Ja, gewoon elke dag hetzelfde. Gewoon. Hij moet gewoon lekker in het ritme en dan komt dat gewoon helemaal goed. Ja, heel goed. Ik ben heel benieuwd naar Boris. Zullen we eens naar hem gaan kijken? Ja, laten we het doen. Nou, dit is dus Boris en Boris wordt 6 dit jaar. Hij heeft L2 gelopen vorig jaar en ja, hij is bruin, hij is Wels en zijn vader is Nia Domo's Bolero en zijn moeder weet ik even niet, dat moet ik even opzoeken. Dat is Boris en voor de rest is hij bruin en die achter twee witte voetjes. Dus we gaan even Tess halen. Tess! Kom maar binnen! Ben jij voor een leuke pony bij je? Nou, Tess, dit is Boris en dit is jouw nieuwe trainingspony. Oh, leuk! Wat verwacht je van me? Nou, dat je voor hem zorgt, alsof het je eigen pony is. Oh. En dat je er, we gaan je natuurlijk gewoon begeleiden, dat is met Blondie. En ja, dan als het goed gaat gaan we wedstrijdjes rijden. En dan is het wel de bedoeling dat hij verkocht wordt. Maar dat wil ik niet. Dan mag je hem zelf kopen. Dat mag ook. Ik heb daar geen zin voor. Oh, nou, dan moeten we even een andere regeling bedenken. Boris heeft nu ijzertjes voor de allereerste keer en je moet ze eerst een dag aan laten wennen voordat ze het echt, want ze snappen het natuurlijk nog niet van er zitten ineens ijzeren dingen onder mijn voeten en
Daarom ga ik vandaag ook niet met hem rijden. Want ik zou eigenlijk vandaag met hem gaan rijden, maar dat doe ik morgen, denk ik. Ja, woensdag. Of woensdag, ligt een beetje aan. En de Blondie ga ik ook gewoon grondwerk doen en dat soort dingen. En denk dat ik dat ook ga proberen met Boris. Zo, ik ben aangekomen op de Arkenhoeve. En dat betekent dat hier ook Boris staat. Oh, je bent niet sneller. Oh. Ja, en dat betekent dat Boris hier ook staat. Dus ik ga met Boris en Blondie ga ik even tutten. Hij is heel keurig. En dan wil je dat hij weggaat, maar rustig. Juist. Nou, nu gaat ze aanlijnen. Nu gaat ze oefeningen met hem doen. Hij moet weer luisteren. Is dit wat je wilde? Ja. Oké. Eerst zeggen, dan. Of nee, mijn plek. Juist. Mijn plek. Eruit, terug. Duwen. Juist, goed zo Tess. Duwen. Ze moet je wel terug zeggen, hè? Moet wel de commando's gaan leren. Zo, mijn moeder is even bezig met Blondie. Ik ben hier bij Boris. Hallo Boris. Hallo. Hij heeft niet heel veel interesse in me. Oh, toch wel? Lil Boris. Mijn moeder is even bezig met Blondie. Die is even aan het logeren. Jawel. Zag ik? Nou, dan ga ik even bij Boris kijken. Van Jacob, die is van Bukas, mag ik een dekentje voor Boris uitzoeken. En het wordt een waterdichte en een therapie. Maar we moeten eerst even zijn maat gaan opmeten. He? Want hij mag niet te groot zijn. Nee, en ook niet te klein. Maar vooral niet te groot. Nou, klein. Ga maar meten. Halverwege de borst tot ze komt. Oké, let it go. Hou je hem vast. Tot ze nog niet zo gespierde binnen. Zo. Boris. Ja, hij luistert wel heel goed. Hij gaat in ieder geval achteruit. Ja, ik ga het wel even filmen, anders vergeet ik het. Wat doen we? Nee, ik moet hem recht. Zelfs als Bella, Tess. Ja, dat had ik wel verwacht. 1,15. Oké. 1,15? Ja, 1,15.